Vanavond is de brandweer omstreeks 10:30 gealarmeerd omdat een voorbijganger vlammen zou zien komen uit dit pand. Eenmaal ter plaatse heeft de brandweer ook daadwerkelijk een uitslaande brand aangetroffen. Ja, het gaat om een garagebedrijf in een bedrijfsverzamelgebouw met nog een aantal andere bedrijven. Nou, vanwege de veiligheid heeft de brandweer ervoor gekozen om bluswerkzaamheden vanaf buiten te verrichten. Daarom is de brandweer ook niet naar binnen gegaan. Bluswerkzaamheden ook om te voorkomen dat het eventueel zou overslaan naar andere panden. Nou, de rook kan vervelend zijn voor het vliegverkeer. Daarom hebben we proactief Rotterdam De Heek Airport hiervan op de hoogte gebracht, zodat zij kunnen inschatten of het vliegverkeer er eventueel last van heeft.